Peggy 18. Wacht heel even voor je gaat kijken. Zie je deze 18 hier zo? Deze 18 betekent dat mijn video niet geschikt is voor jouw publiek. Als je nog minderjarig bent of je weet niet wat dat betekent, vraag eerst even je ouders om toestemming. Heb je toestemming van je ouders of ben je 18 of ouder? Wens ik je uiteraard veel kijkplezier. Richard out en game on. Oh, hier begint al de eerste blood trail. Maar ik ben niet bang, want ik ben knap gamen, dus ik... Shit. Hallo allemaal, welkom terug voor het vervolg van Resident Evil 2 Remake. Ik ben super enthousiast, want dit spel doet het nu super goed. Het verkoopt goed, het heeft kapot hoge scores... En op YouTube kan ik niet meer mijn eigen video's terugvinden, want zoveel wordt het gespeeld door spelers net zoals ik, die er net zoals mij een eigen walkthrough of let's play van maken. Ik heb super veel zin om de volgende video te doen, dus ik zal jullie niet langer ophouden. Ik ga het dive in heads first en ik zie jullie zo meteen in enkele ogenblikken naast de typewriter. Richard out. The king is back, bitches. En voordat ik de game ga aftrappen, duik ik nog even één keer het menu in. En ga ik nog even één keer hallassen met de geluidssettings. Want ik heb ondervonden en ook gehoord van sommige van mijn vrienden dat het spraakvolume van de karakters in cutscenes nog steeds wat te laag staat. Nou, zoals je ziet kan ik de voice volume niet omhoog doen, want het is all the way up. Dus doe ik gewoon al het andere volume wat lager en neem ik het in totaal in zijn algemeen wat... harder op en hoop ik het zo te fixen. Dan zit ik ook nog steeds eventjes met mijn inventory. Want ik heb dus maar 3 vrije slots. En dat is denk ik van zolang zal zijn leven niet genoeg lijkt me. Dus ik dump dan maar gewoon even die Red Urp en hoop ik dat deze 4 slots voldoende is voor het volgende stuk. Oké, Leon. Are you ready? Let's kick this motherfucker off. Ik ga nu dus naar boven, want daar ben ik nog niet geweest. Die planken, hè. Ik hoop dat die dat gehomp tegen dat raam, dat die dat houden, dat ze niet breken op den duur. Even kijken wat ik hier allemaal vind op de F2. Pleurt gewoon een zombie naar beneden. Ik ben wel even blij dat hij niet naar beneden viel toen ik daar liep. Even kijken of ik vanaf hier zijn kop eraf kan knallen. Maar zo te zien loopt hij daar naar beneden. Die ligt daar een wijf. Hallo mevrouw. Ze heeft wat kogels, wat handgun ammo. Dus ik kon haar zakken rollen. Even kijken of ik die zombie te grazen kan nemen hoor. Oh, hij staat nu daar. Als hij even daar wil blijven staan. Nee hoor, hij loopt gewoon weer naar het ene plekje dat ik hem niet kan raken, die lul. Nou weet je, fuck it dan. Ik ga gewoon verder. Ik ga gewoon deze verdieping even verkennen. Wat heb ik hier? Een men's locker room. Die mens locker room, daar ga ik zo even in de eerste 4 kijken. Een Red Urp, hè? Nou ben ik al helemaal blij dat ik die andere Red Urp dan in de kist heb gegooid. Ja, hier kan ik obviously niet langs. Dus, Oké. Wat vind ik hier in deze locker room? Sowieso een hoop kluizen die ik straks allemaal ga opentrekken. En dit. Ik denk dat ik hier een soort van wiel voor nodig heb. Ja, oké. Nu weet ik het zeker. Ik heb een soort wiel nodig. En dan kan ik pas de showers in. Maar goed, dan ga ik eerst maar even wat kluis open trekken voor wat loot. En wat andere... Shit. Dat is niet de loot die ik wilde. Kijken of die wel echt dood is trouwens. Want ik vertrouw het voor geen fuck. Maar zo te zien is die echt dood. En zat hij gewoon voor shits en giggles in die kluis. Maar Leo, dat wegtrappen wat je deed, dat moet je ervoor... Hier zit een hangslot aan. Laat ik dan maar even met rust. Trappen moet hij ook doen als er zo eentje aan zijn poot loopt te kluiven de volgende keer. No smoking, hè? Nee, dat zou ik ook weer niet doen met al dat stoom. Want dan knal je gelijk de hele showers de lucht in. Ik schijt nu 7 kleuren stront als ik zo'n kluis moet opentrekken. Oh man. En deze...
Hier zit niks in, maar gelukkig ook geen zombie. Die zombie die verraste me wel even. Wat is dit? Een soort Game Boy? Ja, laat ik eens even dat ding examinen. Het is een portable safe. En de rammel, ik hoor wat gerammel als ik ermee schud. Want als ik een paar voor de YOLO of wat knopjes druk, dan gaan de lampjes branden. Maar verder weet ik niet wat de fuck de bedoeling is met dit apparaat. Portable safe. Instructions. Oh, dit gaat over dat ene ding wat ik net heb gepakt. Press a button to light up its corresponding lamp. Light them all to open the safe. The buttons must be pressed in a certain order. Pressing a single button out of order will cause all the lights to go out and you will need to start the sequence over again. Oké. Nou, dan weet ik dus in ieder geval hoe ik dat ding moet openkrijgen. Echt dit ding, hè. Kan ik dat zien op de kaart? Ja, ik heb dus een soort valve nodig. En die lock, die laat die gelukkig ook zien op de kaart. Even kijken, één keer kijken. Ik heb hier alles opgeraapt, dus dan kan ik gewoon later terug voor de rest. En dat, die safe, hè. Dus even kijken of ik die kan kraken, dat apparaat. Eigenlijk is het gewoon een soort minigame. Moet ik gewoon die knop in de juiste volgorde indrukken. Deze. En deze. Ik weet hem nou wel redelijk uit mijn hoofd. En dan... Nee, niet die. Even opnieuw. I'm gonna crack the bastard, hoor. Let op. Het gaat hem vooral om die laatste. Als ik die laatste maar goed heb. Want anders moet ik weer het hele ding opnieuw gaan lopen... Fuck! Oké, nu ga ik dat motherfucker doen. Dus deze en dan die. Nice. En het is een bordenwisser. Of nee, tuurlijk is het geen bordenwisser. Die was veel te groot voor die Game Boy. Een sperky. Dit is voor de locker terminal. Oh nice, dan ga ik niet naar boven, maar dan ga ik weer even terug. Alleen dan moet ik wel die ene zombie te grazen nemen. Oké, waar zit jij, motherfucker? Je liep hierheen. Maar daar ben je niet meer. Ik denk dat hij de benen heeft genomen. Nou ja, fuck it. Dan ga ik gewoon verder. Shit. Heel even terugtrekken. Oh, daar is die. Oké. Ik moet je kop eraf knallen, gast. Alsjeblieft. Echt die ene gast die tegen het raam loopt te hopen. Ik schrok me de... Pleur is van die ene. Ik dacht dat hij er door kwam. Ik schrok alweer. Ik dacht dat hij er door kwam gezet, maar... is dat een raam daarachter wat kapot is gegaan in ieder geval. Goed. Locker terminal. Ik heb dus één key. Dus ik kan wat extra kluizen open doen. Er staat geen nummer op. Oh, maar ik mag dus kiezen welke ik ga doen. Nou, dan ga ik eerst even kijken wat... Ik weet wel welke het beste is. 102. Met de 2 kan ik de gunpowder. En met de 3 de combat knife. Maar al deze kluizen, die beginnen allemaal met 2. Dus ik denk dat ik met 2 meer kluizen kan openmaken. Dus dan zet ik hem op de 2. En dan doe ik de 102 maar even eerst. De gunpowder. Yes, en die andere was geloof ik de 208. Was er ook eentje die ik kon openmaken. Maar ik weet even niet meer wat erin zat. Oh, shotgun shells. Oké, nou ja. Dus verder moet ik maar even kijken welke ik nog meer kan openmaken. Maar volgens mij waren dat ze. En dan heb ik, als ik de 3 heb, kan ik dan combat knife bevrijden. Maar mijn combat knife die is nog redelijk intact. En hier de shotgun shells. Die andere kluis, dat zijn er dan nu nog 2 dicht. Dat is die ene met het tasje. Maar daarvoor heb ik alle 2 de keys nodig. Ik ben echt benieuwd wat het tasje is. Maar goed. Komen we nog terug in deze kamer voor die andere 2 kluizen. Dan gooi ik even die shells en die herb even in de kist. Want ik... inventory management, dat is wel belangrijk. En ik gooi die gunpowder er ook maar gewoon in. Ga ik gewoon met 4 lege spots ga ik gewoon verder. Dan had ik hem 7.
Nah, fuck it. Ik ben nog maar net bezig. We gaan gewoon verder. Nu ga ik wel helemaal naar boven toe. En dan ga ik Jeez. De een of andere reden. Ik blijf schrikken van die klote Sophie die tegen het raam loopt te hoppen. Echt, dit wijf, hè. En deze massacre hier zo. Dat is ook... Ik ben benieuwd of je nog achter dat luik kan komen. Maar het engste is dat iets of iemand die heeft dat gedaan. En dat loopt hier dus ergens gewoon rond als het goed is. Nou, ik ben in ieder geval nu een paar verdiepingen hoger. Dus ik hoef niet bang te zijn dat er zombies door de ramen naar binnen komen. Als het goed is. En kunnen ammo. Ja, hier heb ik nog geen map van. Dus dit moet ik allemaal gaan verkennen. Maar ik ga er niet al te snel doorheen banjeren. Oh, dat was gewoon een mannequin die voor de lamp staat. Echt, dit gat, hè. Dit is ook abnormaal. Wat de fuck heeft dit nou weer gedaan? Kluis. Weer zo'n slot. Maar eigenlijk zou ik die sloten gewoon moeten kunnen kraken. Want het is niet dat het hele alfabet gewoon aan die ringen hangt. I'm gonna give it a shot. Bal? Bak? Bio? Devil May Cry? Ja, Dragon Ball Z. Doe Dragon Ball Z. Wacht, ja, Cap. Van Capcom. Kom dan, kom van Capcom. Fuck, ik ban dit slot. Delete. Bel een slotenkraker. Deze is speciaal voor alle knap gamerfans. Bam, bam, bam. Er brandt een hoop calorieën met deze shit. Fuck. Ja. Ja. Fuck. FML. Ja. Fuck my life. Oké, als die deze niet pakt, ga ik fucking AFK. Fuck. Kut. Ik kom terug voor je hangslot. Je hebt nog niet het laatste gezien van Leon Kennedy. Oké, wat vind ik hier zo in dit mysterieuze gat in de muur? Nice. Ik heb gewoon 4 deuren in mijn geheugen zitten die ik met jou kan openmaken. Dus je bent van harte welkom in mijn inventory. Kijken wat de fuck ik hier verder nog kan vinden. Oh ja, dat ik daar niet eerder aan dacht. Misschien staat de code van het slot wel op een van deze boeken. Ah, fuck it. Ik vind die code vast wel een keer ergens in een of andere note. Kom, we gaan gewoon verder. Ik heb al genoeg geslacked. Het is tijd dat... What in the... What the fuck? Jij gaat erachteraan. What the fuck was dat? Was jij dat, Claire? Marvin? Hallo? Ik was door dat hele kutslot vergeten dat ik in een horrorgame zat. Mag ik eens even hier kijken? Hier ligt nog een briefie. To any survivors. Consider this a gift for anyone still unfortunate enough to be alive. Keep your eyes peeled for those creepy fucks that look like they were skinned alive. Lickers we call them. They are blind as bats, but their hearing more than makes up for that. Blind as bats staat er wel in het groen. So as long as you don't run around like a total moron, guns blazing, you should be able to slip right by them. Probably. Either way, make like my grandma and creep around as slow as possible around them, yeah? Anyway, not that I want to go, but duty calls. Dad and I've got a friend to avenge. David. Is dat niet David Ford? Die zie ik wel vaker in die briefjes verschijnen. Teksten van hem. En was dat een likker? Dan, wat ik zag. What the fuck is dit? Anyway, wat ik net zag. En wat ik las in dat briefje. Ik neem het wel allemaal serieus. Dus ik ga hier niet doorheen banjeren. Ik ga hier gewoon langzaam doorheen.
dit. Kan niet kapot. In oude Resident Evil games kon je soms wel eens zo'n doos kapot rammen, zeg maar. Dan weet je waarom ik soms hier en daar... Als een jackass tegen de doos loopt te rammen, dan weet je waarvoor ik dat doe. Zie dat klauwtje daar zo. Alles ziet er hier best wel freaky uit. Deze berg stront ook. Holy shit. Echt iets dat zoveel kan schijten, kan mij ook makkelijk in één hap opeten. Dus hier begint al de eerste blood trail. Maar ik ben niet bang, want ik ben knap gamen. Dus ik... Shit. Ja, behalve voor dat. Dat scared the shit out of me. Die gast die uit het plafond kwam gezet. Beter ben je dood en pak je me niet bij mijn strotbeet op een gegeven moment. Ja, iedereen handen omhoog. De eerstvolgende klootzak die me laat schrikken. Die staat fucking onder arrest. Beter blijf je gewoon hangen en draai je niet in één keer mijn kop om. Oké. Gaan hier rustig doorheen. Ja, allemaal teringzooi. Allemaal viezigheid. Is er ook nog iets wat ik kan looten? Oh ja, nice. Ammo. Kijk, dan kan ik de eerste griezel die ik tegenkom helemaal vol met lood pompen. Wat is dit? C4 Explosive. Explosive Barricade geeft de map aan. Oké. En hier, briefie. Some guys scribblings. Damn those corporate assholes. They cut me off. After all I've done for them. But if that's how it's going to be, then so be it. I'm gonna have a little fun of my own as the world goes to shit. I boarded all those filthy pigs up in a steel pen and set some C4. All I gotta do is detonate it and it's sayonara, suckers. But it's no fun if it is over too soon, so maybe I'll give that one raving loon something to really squeal about. Yeah, maybe I'll give him a little toy and tell him, kill the guy next to you and I'll spare the others. I wonder what he will do. You yell about justice and pride, but how many times did you go against me, your own superior? Yeah, you're such a good cop. So good, you had to die. En wat is dit? Een hip pouch. Wacht. Inventory. Ik kan meer... Dit is... Meer inventory. Maar dan is dat tasje in die ene deposit room. Even kijken hoor. Safety deposit. Ja, dat was ook een hip pouch. Ik moet die ene key hebben. Man, die gast die me heeft laten schrikken. Echt. Bastard. Wat is dit allemaal? Is dit waar het over ging in die brief? Allemaal lijken liggen hier. Volgens mij was nou allemaal hun kop eraf. Sommigen hebben hun kop eraf. Maar sommigen. Deze hiervoor. Die hebben. Hun gezichten zijn gewoon pikzwart. Nee, die gast in dat briefje klonk ook helemaal niet aardig en zo. Dus. Wacht. What the fuck? Dat is gewoon. Eén zo'n. Ja, dat is die. Eén zo'n medal. Dus ik moet die C4 detonaten en dan kan ik... Dat staat in ieder geval op de kaart. Dus I'll be back for you, medal. Oké, beter. Grijp je me niet. Weet je wat? Ik ren gewoon fucking snel die kamer in. Hoppa. Wat vind ik hier? Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Ah, hij wil dus waarschijnlijk zijn nieuwe Elo laten zien. Oh. Daar wordt iemand opgekloven. Ik kan zo zijn kop eraf knallen, maar misschien is hij zo wel goed afgeleid. Ik denk dat ik hem gewoon lekker laat. Kan ik hier ondertussen even rondkijken. Eerst de doorgang kapot. Kan je er niet gewoon overheen springen, Leon? Kom op. Er is wel een deur daar. Kijk hoor, er is een ladder hier. Dat is deze. En de deur. Dat is die ik daar zo zag aan de overkant. Maar ik kan omlopen daarvoor. En hier is geloof ik een trap. Dus dat is aan de andere kant. Dus laat ik daar eerst even heen gaan.
Hier zo, dit is de trap naar beneden. Dus er zijn diverse kanten waar ik op kan. Ligt hier nog iets leuks? Nee, dus goed. Welke kant ga ik op? Ik ga voor de deur. Yes, ik ga voor de deur. Het is niet de enige zombie die daar beneden is. Maar fuck it. Ik ga gewoon eerst daar. Shit. Oh nee. Dit is niet wat ik had verwacht. Nou is hij niet meer afgeleid. Oh shit, daar is er nog één. Oh, nou ben ik omsingeld. Oh shit. Elleboog Leon, elleboog. Precies, ja. Oké. Okay. Al jullie koppen gaan eraf. What the? Jullie gaan me niet nog een keer bijten. De volgende keer bijt ik terug. Even wat distance. Oh man, ik loop ook moeilijk. Ik ben voor het eerst in Carson. Oké. Nou, ik ga je wel even testen of je wel echt dood bent. Je was neppie. Ja, distance. Dan gaan we verder met koppen knallen. Oh, dat wijf is ook nog steeds op. Volgens mij is die kapot. Nou ben jij aan de beurt, dikke. Ja, nice. Nu liggen ze naast elkaar. Dan kan ik ze allebei tegelijk checken. Oké, de wijf is dood. Die andere gast die leeft nog. Shit. Dat was een close call. Oh, hij is nog steeds niet dood. Oh my god. Hoeveel... Oh shit, dit deed veel durability damage. Even kijken of die wel echt dood is. Die counterattack deed veel durability damage. Daar moet ik echt mee oppassen. En jij, ben jij echt dood? Nee, dat dacht ik eigenlijk al, want... Zo, hier voor je. Poeh, dat was een lastig stuk. En die ene moest ik ook veel raken. Alsof het spel gewoon ineens een stukje moeilijker werd ofzo. Dus wat is dit? Pompwagen. Alleen de hand... De dinges die ontbreekt. Dat ik... Dit kan ik verplaatsen. Oh, deze kan ik verplaatsen omdat deze op de grond staat. En die andere... Wat nou weer? Echt serieus? Ben je nog steeds levend? Ja, pak aan. Volgens mij was dat het. Volgens mij was dat het eindelijk. Het einde van dit stukje. Nou, die kan ik dan niet... Deze ga ik ook nog wel even verplaatsen. Misschien... Maar ik denk dat die ene die ik niet kan verplaatsen... Oh, hier ligt iets. Handgun ammo. Ja, dat kan ik wel goed gebruiken na dat ene gevecht. Want ik heb nogal wat moeten wasten qua ammunition. Hier ligt verder niks meer. Ik denk dat die ene met die pompwagen, dat ik die moet verplaatsen om... om bij die ene deur boven te komen. Goed, ik denk dat ik wel even een wietplant in mijn bek ga douwen. Zodat ik weer snel kan lopen. Ik ben nu weer fijn. Maar man, dat was wel even een heftig combat stukje. Dus, maar gelukkig heb ik het goed van afgebracht. Hier ligt iets. Een boek. Boek van Sinterklaas. Lijkt het wel. Key item staat erbij. Het is alleen geen echt boek. Het is een plastic boek. Wacht. Dit boek ken ik, geloof ik. Nou ja, ik ken het niet. Maar ik heb het, geloof ik, gezien op die foto. Ja. Volgens mij is het dat boek. En... Eigenlijk leek dat standbeeld wel een beetje op Sinterklaas. Dus ja. Dus weet ik in ieder geval waar ik die voor kan gebruiken. Als ik dat standbeeld zie. Even verder nog. Combat knife. Oh, misschien kan ik die combineren met die andere. Zodat ik gewoon één hele full held. Nee, dat doet hij dan niet. Maar ik ben wel blij dat ik er nu heb gevonden. Want die andere die is bijna kapot. Die counterattack. Die doet veel durability damage. Hier is een deur en daar is de speed door. Daar is ook, had ik terug naar Marvin. Dus ik ga eerst even hier kijken.
hier is een deur. Die is dicht. Lock a door. Hier heb ik wel wat poeier. Oh, een map. Nice. Wil ik even kijken wat het, hoe dit in verbinding staat. Het staat in verbinding met die shower room. Die locker room. Dus als ik die valve heb, dan kan ik hier achter komen. Want deze deur die is locked. Dat is de manier hoe ik daar achter kom. De Stars Office, hè. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ik daar kan vinden. Maar goed, eerst, wat is dit? Hey. Rek. Hier is gewoon een, nog een medal. Ik ga gelijk even de code opzoeken van dat ding. De vis, schorpioen en vaas. Vissen, schorpioen. Misschien zijn het sterrenbeelden trouwens. En waterman is dit dan, denk ik. Kijk, nu is mijn inventory wel helemaal vol. Examine. Ja, hier staat er weer een plaatje achter. Wel weer, die medailles vind ik wel mooi. Oké, dan kan ik meteen dat ding in dat beeld douwen als ik weer terug ga naar Marvin. Ik ben benieuwd wat hij me wilde laten zien trouwens, want hij wilde me iets laten zien. Ik zei voor de graf zijn nieuwe League of Legends hero. Maar het zal vast wel iets anders zijn, denk ik. Marvin! Cutscene. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Ook al is hij daar echt aan het dood gaan, geloof ik. Hij doet wel echt zijn best om Leon nog te helpen en zo. Het is maar Claire. We zien weer wat van Claire. Even deze erin douwen. Nou moet ik nog één medal. En ik weet waar die motherfucker is. Want daarvoor moet ik die barricade moet ik detonaten. Dus deze kan ik ook alvast openmaken. Deze die leidt naar de West Office. Daar zo is Leon zijn bureau. Kijk daar zo. Leon Kennedy's desk. En ook de safe. Die ben ik niet vergeten. Dus dan kan ik makkelijker backtracken naar de safe als ik die code heb gevonden. Dus ik ga die kluizen ga ik kraken deze let's play, let maar op. Maar ik ga hem eerst saven, want ik ben al tering langer tijd aan het spelen. Ik ga eens wat kleren zo dumpen. Ik ga sowieso al die gunpowder ga ik erin douwen. En één combat knife, en ik doe wel even de volle. Dan maak ik die ene eerst, die oude maak ik dan eerst kapot. Zit de Klaasboek al erin. Dat stuk hout, dat ga ik wel bewaren. Want ik ben nou weer op de first floor. Dus ik heb nou weer te maken met van die ramen batsende zombies die naar binnen kunnen breken. Dan ga ik de volgende keer, in de volgende video, ga ik dan hier naartoe. Naar deze spedor. Want het is de laatste spedor die ik nog in mijn memory heb. En dan kan ik denk ik naar de courtyard. Waar Claire is. En dan kunnen we kijken hoe het met haar gaat. Dit was wel een enge aflevering. Ik ben een paar keer helemaal de pleuris geschrokken. Maar goed. Ik ga er een eind aan breien, dus mensen, ik dank jullie hartelijk voor het kijken. En ik zie jullie hier weer in de volgende video. Richard out.